Hallo allemaal, hier ben ik dan weer, professor Explosie. En we zijn weer te gast in City Life Church met dit schitterende laboratorium wat ik meegenomen heb. En je hebt gezien, er is de afgelopen 2 weken best het een en ander gebeurd. En ik heb mijn eerste fanmail heb ik binnen. Nou, daar ben ik zo geweldig blij mee. En hij is van de moeder van Tim. Nou, weet ik niet of jullie weten wie de moeder van Tim is, maar ik lees hem wel even voor. Hallo professor Explosie. Kunt u misschien ook een keer een proefje doen waarbij niets kapot gaat? Mijn man heeft al 2 ruiten moeten vervangen en nu zit ons huis ook nog eens onder de cola. Oei, ja, dat is inderdaad wel heftig inderdaad. Groetjes, moeder van Tim. PS, ik blijf uw grootste fan. Oh, dat is dan wel weer fijn. Gelukkig maar. Ja, ik kan denk ik wel iets bedenken waarbij we het de boel enigszins heel houden. Het is echt een proefje waarbij je moet leren om geduld te hebben. Want daar hadden we het geloof ik vandaag ook een beetje over. Geduld. Ik heb een proefje. Dan pakken we hier een bakje en daar doen we een beetje aarde in. Zo. Een beetje aarde. En als je nu een tomaat in plakjes snijdt, dan snijden we dat gewoon lekker door. Zo. En die plakjes die leg je gewoon op de aarde. Gewoon op. En waarom denk je van, waarom eet je hem niet gewoon op? Nou, kijk. Je kunt namelijk van 1 tomaat, kun je meerdere tomaten maken. En dat doen we dus door hem in plakjes te snijden. Die leggen we op de aarde. We nemen weer een beetje aarde. Die leggen we erop. En dan zijn de plakjes zijn verdwenen onder de aarde. Ja, en nu heb je dus heel veel geduld nodig. Zoveel geduld dat je elke dag een beetje water geeft. Elke dag een beetje water. En als we 2 weken verder zijn, dan tada! Dan zie je hier de eerste tomatenplantjes. En die zijn dus 2 weken oud. En het enige wat nu nog moet gebeuren, als je dus echt een grote tomatenplant wil hebben, dat is dat je nu ziet, ze staan wel heel erg dicht op elkaar. En eigenlijk moet elk plantje moet zijn eigen potje krijgen. Nou, hoe doen we dat? Gaan we een potje maken voor 1 plantje. Doen we een beetje aarde in. Een beetje heel veel aarde. Zo. En dan pakken we een lepeltje. En dan gaan we rondom 1 zo'n plantje, gaan we even een beetje ruimte maken. Zo. En dan steken we 1 zo'n plantje, steken we uit de grond. En dan heb je 1 zo'n plantje heb je op je lepeltje. Kijk eens eventjes. Nou. En dan maken we een gaatje in het potje. En we stoppen dat ene plantje, stoppen we zo in het potje. Kijk eens eventjes. Nu heeft hij alle ruimte om te groeien. En je zal het niet geloven, maar als je water geeft en je geeft trouw elke dag water, dan zal je zien dat hij gaat groeien. En dan gaat hij groeien. En dan straks, als de zomervakantie aanbreekt, als het lekker warm weer is geweest buiten, dan zal je zien dat hij 1 meter groot is. En dan komen de gele bloemetjes in. En dan vanuit die gele bloemetjes komen de eerste tomaatjes. Nou, wat is nou zo bijzonder? Als je zo'n klein tomaatje in plakjes snijdt en je stopt het in de grond, dan krijg je dus allemaal cherry tomaatjes. Rode cherry tomaatjes. Maar als je hetzelfde doet gewoon met een grote tomaat, dan komen er dus hele grote tomaten aan. Dat is het wonderlijke. En als je gele tomaten in de grond zou stoppen, of zelfs een andere kleur, dan komen er gewoon gele tomaten uit. Het enige wat je nodig hebt, is een heleboel geduld. Ik zou zeggen tot de volgende week. En dan gaan we weer verder met ons lab. En ik zou zeggen veel plezier met plantjespoten. En denk erom, blijf geduld houden.